It's all I wanna do. Tessa, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Tessa. Vandaag gaan wij spelen met de FHR40 Submachine Gun op de map Genesis. En voor de mensen die een beetje hebben opgelet en deze map al redelijk goed kennen. Hallo jongen. Is dit eigenlijk, doom en strijkzaam door elkaar? Want de een zegt doom en de ander zegt strijkzaam. Ik vind het heel erg op strijkzaam lijken. Althans, de map is identiek aan strijkzaam. Dus ik zeg gewoon lekker dat het strijkzaam is. Maar we gaan met de FHR40 Submachine Gun spelen met de op quickdraw, grip en extended max. En de, bullet hall camo. Wat een van de mooiste DLC camo's is die je natuurlijk krijgt als je hem hebt gepreorderd. En de Merc Specialist met als killende streak de... Oh my god! De Steel Dragon en als derde ability... dat als ik in de lucht spring en op rondje druk, ik een... Boost Slam krijg. Staan ze allemaal hier. Oké, ik ga die Slam daar gebruiken. Hoe werkt dat? Oké, zo dus. Beter krijg ik even kills mee. Nee, dus. Oké, want hij schiet me neer. In ieder geval, ik speel met de UAV, Counter UAV en de Advanced UAV. We gaan gewoon kijken of ik een chillpotje kan neerzetten. Vergeet niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Help je mij natuurlijk enorm. Dus laat hem even massaal achter. Als we de... Oh, lol. Je killt er niet eens meer mee. Als we de 100 likes kunnen halen, zou ik daar tevreden mee zijn. Dus druk op dat blauw duimpje omhoog, jongens. Kom op, jullie kunnen dit. Doe het voor mij. Doe het voor jezelf. Doe het om mij te helpen. Want ik steek veel tijd in de video's. Ik upload natuurlijk nou... 2 keer per dag. Wat is dit voor, joh? Wat is dit voor ability? Maar hij slaat helemaal nergens op wat ik hem aangezet. Nu sloeg ik gewoon mijn wapen. Dus. Dan zat hij daar. Echt, deze submachine gun is zo chill. Ik vind hem... Oh shit. Na de MacTaf vind ik deze denk ik wel chill. En de Erat is ook chill. Daar komt trouwens ook nog een video mee online. Dus ja. Ik weet het niet. Ik heb het spul ook met hard... hardwired. Dus heb geen last... Van enemy count UAV's in ieder geval. Kom op, ik ga 10 om 10. Deze enemies zijn best wel goed. Double XP Weekend zit er op dit moment natuurlijk ook op. Dus we moeten nu weer gewoon gaan levelen. Zoals we normaal levelen, we hebben een Warden tegen ons teammates. Jullie gaan ook echt fucking slecht. 0 om 7. What the fuck? Oké, yep. Rip Chesto. Ik kan mijn Steel Dragon, maar ik wil nog even wachten met inkomen mee. Yep, I'm out. Teammate, jongen. Enemy UAV in your vicinity. Oh, yo, man. Ik dacht dat hij me niet zou zien. Rip. Als hij me niet had gezien, dan had ik hem zo mooi kunnen pakken. Kut. Gaat die Warden al weg? Hoe lang blijft zo'n ding erin hangen, zeg? Even serieus. Ik hoor hem in de rest van me springen. Twee man. Ik wil even zeggen, Marty dom. Maar dat hebben we natuurlijk niet. Hij gaat weg. Hij gaat weg en ik ga dood. Oké, hoeveel sta ik? 16 om 15. We gaan mijn Steel Dragon inroepen. Dit is gewoon een soort van... dit moet je een beetje vergelijken met de Purifier uit... Black Ops 3, denk ik. En dat je daar het best mee kan vergelijken. Zo'nzelfde soort concept. Ah, dan zit hij achter me. Ik zag hem niet springen als ik eerlijk ben, dus ja, daar kon ik niks aan doen. In ieder geval wel een UAV gehaald. Oh, hij gaat weer een neet springen. Dag Thijs daar. Hey jongen. Kijk, ik denk dat we hier uitkomen. Jump die toren in zo. Oh my god, de HVR Atlas. Ik zie bijna nooit iemand met de HVR spelen. Ja, misschien omdat ze ook die levels nog niet zijn. Logisch dat ik nou weer tweede precies ben. Daar, daar kunnen hun niks aan doen. Oh my god, zit het daar? Wat doen jullie daar, man? Kom op, zeg. Dit is echt een drama lobby. Dit is echt een lobby die je niet tegen wil hebben op Infinite Warfare. Gewoon op geen enkele kot eigenlijk. Kom maar. Ze durft niet te pushen. Hij zit echt hier. Hij zit gewoon hier. Ja, hij durft wel te pushen. I'm out. Sneaky, hier ligt hij. Lekker teammate.
You got it, mate. Hoppakee, ik heb een UV. Oh. Als jij nog had dood had geweest, jongen. Dan had je echt eventjes naar je duim moeten kijken of je die nog wel hebt. Ja, drie man, ik ga dood. Ja, dat kan je al voorspellen als er drie man voor je staat. Echt. Wauw. Dat was heel leuk dat jij een enemy UAV hebt geïdentified. Oh my god, ze draaien zich ook gewoon om. Hij heeft een volk. Die ga ik ook echt permanent unlocken bij mijn derde precies. Want dat wapen, die is best wel chill. Maar toen ik hem had gebruikt, ja. Ik gebruik altijd wapens op de verkeerde manier, laat maar zeggen, als ik hem net nieuw heb. Dus dat komt natuurlijk ook omdat er nog geen attachments op staan. En we hebben verloren. Oké, maar ik gebruik altijd de wapens op de verkeerde manier. Maar de volk weet ik nu wel goed te gebruiken. Want je moet er echt een reflex sight op hebben staan. Maar ik durf niet naar mijn endscore te kijken. 28 en 22. Tenminste positief. Samen met de andere teammate. De rest heeft er niks van gebakken. GG naar de enemies. Maar mocht jij nou genoten hebben van deze video, ram even op de blauwe duimpje omhoog. Zoals ik zei, 100 likes zou awesome zijn. Dus smash op die like knop. En hoop ik jullie morgen te gaan zien bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Dus tot morgen om 3 uur, jongens.